We zien dat heel veel mensen, zoals gemeentes en zo ook, dat die een beetje vasthangen soms aan het inheemse. Maar ja, het klimaat is zodanig aan het veranderen de laatste jaren dat het concept van inheems eigenlijk een beetje te verwaarlozen is tegenwoordig. We moeten eigenlijk meer gaan kijken welke soorten doen het gewoon goed in het huidige klimaat. Welke soorten kunnen tegen die veranderingen. We zijn vandaag hier om ons een beetje gewoon weg te wijzen wat dat de toekomst meer is in de tuinaanleg en onderhoud. En de opdracht is gewoon naar verschillende standjes te lopen om daar meer vragen te stellen en meer te weten te komen. Wat de waterpasserende verhardingen betreft, daar hebben we verschillende mogelijkheden in, verschillende diktes, voor de verschillende toepassingen dan ook. Voor vrachtwagenverkeer, voor normaal verkeer. En ja, daar moeten we verder in doorontwikkelen. Dus dat is hetgeen dat we hier vooral willen laten zien. Duurzaamheidsaspect, het gaat er daar vooral over dat het water, we zitten met een waterprobleem en met die waterpasserende verhardingen kunnen we dat systeem zo opzetten dat dat buffert in de ondergrond en dan rustig aan kan traineren in de ondergrond. Op dat vandaag de dag met betonnen feiten en asfalt gewoon de aarde feiten niet meer leeft. En waarom doen wij watertoelaten? De oplossing in feite om water en lucht terug in de aarde te laten komen en een leven, een biodiversiteit te kunnen geven.